Het personeel van Huize Asiana heeft het beraad dat sinds donderdag gaande is nog niet opgeheven. Bondsvoorzitter Rudolfo Palmtak zegt dat de bond de werkers niet kan weerhouden. Ook is de vakorganisatie niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de verscherpte actie. De nieuwsdienst sprak de bondsleiding na een algemene ledenvergadering, waarbij bepaald is dat de acties niet worden opgeschort totdat de minister het te huis bezoekt en met echte oplossingen komt. De ALV ging nogal rumoerig aan toe, omdat de leden zeer verhit waren. Palmtak staat volledig aan de kant van het personeel. Men moet weten waar de knepen hangt voordat je de bel slaat. Je moet weten, ze maken zo kon de sotide. In een verwijt des maftide. Want ik hoor de verwijten. De mensen worden verweten van dit, van dat, van zo. Maar van waar komt het dat zij zich vandaag zo moeten gedragen? Het komt door wat ze zijn aangedragen. En het zijn mensen als ik en jij. We kroppen dingen op als mens. En vandaag aan de dag steekt het, ons over het hoofd. En we kunnen het niet meer doen aan. Echt, we kunnen het niet meer aan. Ik wil geen populaire woorden gebruiken. Maar ik zeg het grond van mijn hart. Wij van Asiana kunnen het niet meer aan. Er moet een stop komen eraan. Luisteren naar een vak op zich. Communiceren is een vak op zich. De bondsvoorzitter geeft verder aan dat de vakorganisatie heeft getoond dat die wel kan communiceren met de overheid. Echter is er geen sprake van hetzelfde aan de kant van de staat, meent Palmtak. Dat op een gegeven moment we het jaar moesten overvliegen zonder de vereisten. En hoe vlieg je over? Tekadekati, hoe vlieg je over? En wat schetst mijn verbazing? Dat wanneer de bond vraagt op 15 januari, van hoe staat het? Komt het in orde? Dan horen we, u met moeten mensen gaan praten. Ja? En vragen dat het eind van het januari komt. Eind januari komt niet. Komt er niks. En nu zijn we in februari. Nog toen nog niks. Nada. Nul. En nu zijn we in april. En ik ga u zeggen, meneer. Ik weet niet hoe je. In mijn denken van actie. Voeren. Ja? Ga je niet nooit doorhebben. Ja? Ik gooi het voor de leeuwen. Ik gooi het voor de haaien. En dat hebben we de afgelopen dagen meegemaakt. Overigens was er vrijdag een gesprek tussen de bond, de directie en de minister van Sociale Zaken. Besloten is toen om het Nationaal Leger en de padvinders in te zetten om in het weekend hulp te bieden aan de bewoners.